Zo jongens, ik ben klaar met werken. Eerst maar eens even mijn deurtje doen. Als ik naar auto kom, dan buiten het feit omdat het koud is buiten. De tering. Niet normaal dit. Het is echt heel koud buiten. Dus ik naar auto kom, doe ik altijd mijn riedeltje. Dan moet mijn jas aan. Uit bedoel ik. Want dan vind ik chillen rijden. Maar goed, ik moet altijd even mijn jas uit doen. En het is nu 5:50. Klaar met werken. Zeg wel, chillen werkdag is het altijd. Fijn in de zorg werk, want dan... Ja, ik heb niet zo'n hele lange dag op zich. Ja, we vanochtend om 9:00. Ah, nee. 9:00 ging ik nog naar mijn oude stage, waardoor ik eigenlijk ben binnengerold in het bedrijf. Ik kreeg een contract aangeboden. Ja, het is 5 minuten lopen, dus dat is eerst even een kopje koffie drinken. En dan door naar mijn werk, 9:30 beginnen tot 6:00. Maar best netjes, mooie tijden zijn dat. Het was best wel druk, maar het was weer heel leuk om met alle cliënten te zijn. Het was ook best wel druk. Al echt om 9:30 zaten we helemaal vol qua lunch. Dus dat is wel altijd allemaal heel leuk. Als het gewoon lekker druk is, vind ik het ook echt leuk om te werken. En ik ga nu naar huis toe rijden. Even boodschappen doen. En dan koken. En dan ga ik vandaag wel... Ik zou gisteren ook even weer shit uitzoeken in mijn kamer. En dingen opruimen. Ik was al begonnen met mijn make-up even een beetje georganiseren. Te organiseren. Maar ik denk dat ik het vandaag wat even verder ga doen. Want dat scheelt gewoon weer. Ik kan volgens mij echt zoveel dingen weggooien. En dat is gewoon chill als het weer een beetje opgeruimd is. Dus ik ga even lekker naar huis rijden. En dan voor de rest nog een verslag maken, inleveren. En dan lekker chillen in bed. Morgen lekker een dagje vrij. Top. En vrijdag moeten we weer werken. Dus dat is wat ik ga doen. Oh yes, het begint lekker warm te worden in mijn auto. Zo koud. Het is echt heel koud buiten. Echt. Eerst was het koud en toen werd het weer lekker warm, weet je wel. De temperatuur stegen weer, lekker zonnetje erbij. En dat je dacht, ah, zin in mijn leven. Het wordt gewoon weer lekker weer. Lente gaat beginnen. En nu is het gewoon weer echt freezing. Maar goed, ik hoop dat het snel weer normaal wordt. Want ik heb gewoon heel veel zin in de zomer. Niet zo hoeven na te denken over wat je aan moet. Kun je gewoon altijd lekker lucht maken. Kan je een t-shirtje aan, kan je een jurkje aan. Top, hou ik van. Maar goed, dat is wat ik ga doen. Ik ga maar eens naar huis rijden. Gelukkig is het niet zo heel ver. Maar dan werk ik ook nog wel eens in Den Haag of zo. Nou, dan ben ik echt wel, als de weg leeg is, een half uurtje, dan ben ik echt wel thuis. Maar nu ben ik gewoon binnen 10 minuten thuis qua. Nou, nu rijd ik wel heel snel. Het is nu wel een beetje spits. Nou, als ik binnen doorga, ben ik dus nog binnen 10 minuten in Bodegraaf. Zo. Ja, dan ga ik doen. Ik ga even muziekje opzetten en dan gaan we naar huis rijden. Bye. Waarom kan ik altijd weer zo raar doen? Serieus. En ja, doei. Oké, jongens. Het is nu echt best wel laat en ik ben eindelijk thuis. Het is nu... Bijna 1:00. Ik ben thuis. Ik was dus om 6:00 klaar met werken. En toen ging ik met een vriendinnetje naar de IKEA en we gingen samen eten. Ik had vanmiddag ook mijn iPhone opgehaald. Daar wil ik nog even wat over zeggen. T-Mobile. Super thanks voor de service. Want ik heb weer een nieuw toestel gekregen van de iPhone. Mijn iPhone was iets aan stuk. En ben ik naar de T-Mobile store geweest. Joh, troubles. Maar het valt nog allemaal binnen de garantie. Dus ik wil gewoon dat het gefixt wordt. Nou, 3 keer nieuwe simkaart. Ik heb geen wifi bereik. Nou, bla bla. Werd die opgestuurd. En toen kreeg ik hem eindelijk terug na een aantal weken. En toen was hij nog verrotter als dat hij eruit zag. Dat heel mijn scherm lag er voor de helft uit en zo. Nou, dikke chaos. Teruggestuurd. Bla bla. Heel veel gezeik over geweest. En heel veel. Die man had allemaal managers voor moeten mailen. Want moest je via die en via die via die. En heb ik hem teruggekregen. Nou, is die helemaal gefixt. Maar goed, ik heb toch de iPhone 7, dus wat dat betreft maakt het niet uit. Maar het is gewoon irritant, want je betaalt gewoon voor je abonnement, weet je wel. Dat heb je dan klaar en dan wil je weer. En dan wil je wel weer gewoon een chill iPhone terug, want ja, uiteindelijk heb je ervoor betaald. Maar goed, dat heb ik dus nu. Ik heb een nieuw toestel gekregen. Super awesome, jongens. En dat toestel heb ik nu aan mijn mams gegeven, want die had een Samsung. Helemaal kut. Had ze ook weer van mij gekregen. Maar voor de verjaardag, maar nou, Samsung is gewoon helemaal ruk. Of mijn moeder kan gewoon niet mijn telefoon opgaan, maar dan gaan we zien met de iPhone. Dus dat moest ik net allemaal weer installeren, dus je hebt nu een iPhone 6. Is ook weer helemaal gelukkig. Maar goed, ik heb dus aankopen gedaan bij IKEA. Nou, wat ik heb gekocht. Kledinghangers. En hurkers. En die ga ik meteen aandoen. Want hij ruikt super lekker naar manden. Zo, als je dit open krijgt. Hij plakband hierop. Hij ruikt naar mandarijn. En die ga ik meteen even aandoen. Dat is mega chill. Oh, dit ruikt zo lekker. Zit ik bijna mezelf in de hands, maar goed. En ik heb dus hangers gekocht. Ik heb een kledingrek gekocht, want die heb ik nodig. Alles aan mijn deur hangen, omdat ik daar een kapstok heb. Maar dat ik gewoon niet normaal mijn deur op kan. En wat ik verder heb gekocht, is dus een ladekast. En die ga ik nu in elkaar zetten. En het is 1:00. Ik weet niet of iemand mij ooit een keertje heeft gezien met onderdelen. Dat wordt helemaal niks. Maar we gaan dus een poging wagen. Dus ik ga het wel even filmen hoe ik dit helemaal fix. IKEA kastjes, Lego. Maar ik ga eerst een uno momento. Oké, jongens. Ik heb dus een ladekastje gekocht bij de IKEA. En die ga ik in elkaar zetten. Ik heb echt allemaal shit. Alleen, de pakket is echt moeilijk zwaar. Dus je zal helemaal tegenop om in mijn leven te gaan verhuizen. Want dit is gewoon... Ik haal dingen tillen. Ik dacht dat ik op mijn werk alle... Scheur ook heel wat karton open. Dit is toch helemaal niet mijn besteed. Mijn werk altijd bierdozen moet sjouwen. Maar dat werkt ook voor geen... Dat is nog een soort van licht of zo.
Maar dit is echt zwaar. Help mijn vrouw, dus klusje is ook weer begonnen. Teringuitje. Oh, is gelopen. Ik weet niet of ik dit nou zo handig open maak zo. Maar ik hoop het wel. Oh shit. Dit klinkt wel logisch. Dit wordt echt drama. Ik heb er echt geen vertrouwen in gewoon. Hè? Voor dit soort dingen heb je toch... Oh mijn god. Als ik dit zie, hè? 10.000 gaatjes. Dan denk ik, hoe de hel werkt dit? Oh nee, hè. Zoveel onderdelen. Ik vind een kledingrek in elkaar zitten denk ik misschien wat leuker. Oké, dit is denk ik de bovenkant. Oké, wacht, dit is hetzelfde. Laten we wat hetzelfde is gewoon lekker bij elkaar houden. Dat is een beetje verstandiger. Oké, dit is voor... Oh, dat zijn natuurlijk de lades. Oh nee, er zit een gebruikswijzer bij. Ik weet niet of iemand mij kent. Maar ik ben een gebruikswijzer. Ik wil dat nooit lezen. Dus ik ga het gewoon beginnen. En dan zie ik uiteindelijk dat de gebruikswijzer toch nog nodig is. Ik weet niet waarom ik dan altijd gewoon begin. Holy shit. Oh. Oké, jongens. Als ik dit zo zie, denk ik, fuck my life, dit wordt het niet. Holy shit. Oké, ik denk dat ik zo meteen wel mijn moeder ga roepen. Oké. Alle dingen zijn uitgepakt. En ik ga maar eens even kijken hoe dit moet. Ik ga eerst even mijn haar in de knot doen. Of mijn haar weer ergens tussen een schroefje zit. Laten we dit eens even lezen, want we doen niks. Moet ik ook gaan timmeren? Fuck. Moet ik ook gaan timmeren? Fuck. Moet ik ook gaan timmeren? Timmeren? Fuck. Fuck, fuck. Timmeren? Fuck. Ik heb er een beetje in zitten, jongens. Het is ook weer echt iets voor mij, hè, dat ik weer wel niet zo'n volledig pakket heb. Precies één ding mis. Oké, jongens, het is bijna 3:30, maar de kast staat. En ik moet nog allemaal schroefjes en zo erin doen aan de achterkant. Maar ik had zo geen zin meer. Ik ga lekker slapen. Morgen komt de vervolg. Ik heb mijn kledingrek ook nog niet afgemaakt. Dus, doei. Hola, goede. Goedemiddag, lieve mensen. Het is nu 2:00. Uiteindelijk kwam 1:00 bed uit. Echt top. Ik zou echt super veel doen vanochtend, maar het is allemaal niet gelukt. Dat moeten ze allemaal vanavond doen. Maar goed, mijn kastje die had ik al redelijk ver in elkaar. Ik moet alleen nog een paar spijkers erin rammen. Kledingrek nog, maar voor de rest moet ik vooral opruimen. Ik moet echt weer even dingen weg gaan gooien. Want het is gewoon een opstapeling van zooi. Papieren die waarschijnlijk al lang niet meer gebruik. Heel veel dingen van vorig jaar nog van school. Dat moet ik allemaal even weggooien. Dus dat ga ik vanavond doen. Ik rij nu naar het tankstation. En daarna ga ik wat leuks doen. Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Dat komt lekker later. Nou, mijn kas. Aangekeken. Ongelooflijk. Oké, ik zie jullie later. Love you guys. Bye.